Zo. En nu proberen wat minder in dit ding te kijken en meer naar de camera. Doet hij het? Volgens mij wel. Nou, ik zie je wel. Ik zie mezelf. Ja. Volgens mij doet hij het. Dat is een spiegel. Wacht even hoor. Ja. Nou, we dachten we gaan weer een nieuwe videoblog maken. We kregen duizenden belletjes binnen. Om te vragen of het videoblog gewoon verder kon gaan. Hoe hoog was je telefoonrekening ook weer? Geef niet, Mark. Geef. Dus we zijn weer terug. En vandaag hebben we ons onderwerp. Wat eigenlijk? Ik denk dat het even tijd is om te gaan brainstormen. Ik denk het ook. Trouwens, als jullie ideeën hebben nu op dit moment, dan kunnen jullie gewoon, kijk daaronder, scroll eens naar beneden. Ja? Dat doe je met dit ding. Oh, je ziet het niet, hè? Met die muis, dan heb je zo'n scrolletje. Maar je hebt ook links, die kan dan, hè? Ja, daar heb je zo'n lijntje. Als je daar met je muis op gaat, zo, kan je ook naar beneden. Dan zie je comments. Staat nu hier in beeld, staat het zo. Als je nu naar beneden scrollt, ja, zie je het in beeld. Comment staat er. Als je helemaal naar beneden gaat, dan kan je typen. Iets typen, leuk. En dan zet je van cent of zo. Zet ons e-mailadres even erbij. Ja, dus kijk, hij komt hier te staan. Ja. Dat zeg ik de hele tijd. Zie je hier zo? Ja. Oké. Maar dan kan je ook e-mailen onderwerpen. En dan gaan wij bespreken of wij dat doen. Trouwens, wat we ook bedachten, was Sixpack. Dat is bij iedereen wel bekend, denk ik. Dat is wel cool. Dan mogen jullie wat verzinnen. En dan gaan wij kijken of wij dat ook gaan doen. Het moet wel reëel blijven. Het moet wel reëel blijven. Dus ook qua prijs. Het liefst gratis. Ja. En als je denkt iets groots en we hebben er geld voor nodig, dan kan je doneren op deze rekening. Ja. Je mag ook gewoon doneren als je het leuk vindt. Maar ja, dat kan ook. Ook op 555. Nou is die overstroming al lang voorbij, maar dat maakt niet uit. Maar dat maakt niet uit. Mensen hebben altijd geld nodig. Precies. Volgens mij is dat trouwens een complot. Volgens mij zijn al die mensen in die derde wereldlanden zijn gewoon vetrijke mensen. Ja. En dan gaan ze gewoon af en toe in beeld doen zo. Ik ben zo arm. En dan iedereen stort wat geld. Het geld stroomt maar binnen. Terwijl ze gewoon allemaal even in die grote huizen wonen. Volgens mij. Jij hebt altijd complottheorieën. Ja, zo had ik ook een theorie, die moet ik nog steeds bewijzen, dat Amerika niet bestaat. Volgens mij bestaat Amerika gewoon niet. Dat kan niet. Volgens mij heb je zeg maar Canada zo. En dan zit hier niks. En dan komt Mexico, zeg maar. Volgens mij wordt alles wat zeg maar opgenomen wordt in Amerika, is volgens mij gewoon Europa. Europa. Ja, volgens mij is het in Polen of zo. Polen. Ja. Oh, die Polen doen alles, man. Ze werken voor ons. Dat vind ik ook zo stom. Maar dan gaan mensen klagen over Polen. Wij hoeven minder werk te doen. Dat die ja, Polen... wat zijn we nemen? Toch wel onze werk over. Ja, wat maakt dat nou uit? Ja, precies. En ik zie ze. Ze zeggen altijd oh, Polen dit, Polen dat. Maar ik heb nog nooit een Pool in Nederland gezien. Ik denk dat het goed is als jullie met onderwerp komen. Ja, ook altijd met z'n dingen. Maar nou ja, ik zou zeggen succes. Wat gaan wij in de tussentijd doen? Wachten. Toch doen we wat eerst hebben. Oké. Ik It's a new day, but it all feels old. It's a good life, that's what I'm told. But everything at all just feels the same. At my high school, it felt more to me. Like a jail cell, a penitentiary. My time spent there, it only made me I'm not
shit, ik moet pissen. En daarom moet je dus denken dat... Oh. Ja, wat moet je denken? Niks. Wat moet je denken? Ja, leuk. Dank je. Ik denk dat ik een andere kapsel... Dat vind ik ook een goeie. Als jullie nou eens bedenken wat voor haar ik moet hebben. Mark. Ja. Weet je wel wat voor invloed het internet heeft? Dan komen er allemaal mensen op YouTube die denken... Kaal! Maar dan ga ik kaal. Oh ja. Dat wil ik nog wel eens zien dan. Zeg allemaal dat Mark kaal moet zijn. En wil ik nog wel eens zien of je het gaat doen dan. Oké. Als er meer dan 20 mensen zijn die zeggen dat je kaal moet zijn. 20? Nou oké, oké. We maken er 1. Maar ik heb dit haar hè. Hebben ze al wat dingen neergezet? Wacht even. Oh, er staat al wel wat. Kijk, je mag daar, zie je dat daar? Je mag 5 sterren invullen. Ja. Zie je dat daar? Oh, daar. Ja, die 5 sterren daar. Ja. Okay. Als ze rood zijn, dan oh, wacht even, er staat 2 ratings. 3. Oh, het wordt al meer. En als het rood is helemaal, dan vinden ze het goed. Nou, dan vinden ze het niet zo goed volgens mij. Nee, ze zijn allemaal wit. Ja. Ik was trouwens beter. Trouwens, over iets ironisch gesproken. Hadden we over iets ironisch? Nee, maar dat is gewoon een climax. Ik kwam laatst op mijn werk. En bij ons werk, ik werk naar de keuken. En je hebt daar een, mensen die lopen daar taakstraf. Nou, hartstikke leuk. Zondaars, allemaal zondaars. Maar goed, die komen daar een straf uitzitten. Vinden wij wel lekker. Het is alleen een beetje ironisch, want wij willen niet dat mensen natuurlijk slechte dingen doen. Maar, doordat hun slechte dingen doen, hebben wij minder werk. Maar krijg je toch hetzelfde betaald. En dat is niet zo heel erg. Dus laatst, toen kwam ik op mijn werk. En er was dus echt niemand die in de... En ik kwam daar dus. En er was dus helemaal niemand die aan het afwassen was. Ik heb het gevoel alsof er iemand niet geïnteresseerd is in wat ik wil vertellen. Ik ga jullie weer vertellen hoe je moet doen als er mensen zijn die vervelend doen. Marten, kom eens. Ja. Is het feest in de straat, dan zingen alle kinderen. Niemand komt te laat, want dan komt mijn oog naar het topje van de boom. Censuur. Alle die dat pakken, die naar beneden pakken, die mogen we dan pakken, besprikkelen en smakken. Midden in het tuintje van mijn oom.